Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Silla. Ik ga vandaag voor u een 50-fit workout geven. Kom staan, u heeft een matje nodig en u heeft twee gewichtjes nodig. Als u nog geen gewichtjes thuis hebt, zorg dat u dan twee waterflesjes bij u heeft. Of misschien heeft u wel wat anders wat u goed vast kan houden, wat wel veilig is natuurlijk. En dan gaan we lekker beginnen. Veel plezier! Kom lekker stappen. Kom goed op de plaats. Trek je navel al licht een beetje in naar binnen. Borst vooruit, hè, ribben naar voren. Ik zeg altijd de trotse houding. Daar houden we van. Blijf goed doorstappen. En dan gaan we om en om de tenen vooraan tappen. Dan gaan we rechts en links. Tap hem aan. En dan gaan we die armen erbij meenemen. Neem ze mee naar voren. Zorg dat uw rug mooi in zijn natuurlijke houding blijft. Stap goed door. En dan gaan we over van de tenen naar de hakken. Zet de hakken aan de grond. Hak, hou de knieën liggen gebogen. En dan gaan we voor de armen de bicep curl. Maak spanning op de spierballen. Blijf goed rechtop staan. Heel goed. Zorg dat u goed blijft doorademen. Dat u uw adem nooit vastzet. Hè? Zeker bij spanning. Blaas dan goed uit. Heel goed. En dan gaan we over van de hakken naar de zijkanten. Tap hem zij. Heel goed. Zijwaarts. En maak die armen mooi wijd. Op schouderhoogte. Dan gaan we weer over. Met de voeten naar achteren tappen en de handen naar voren. Hou de heupen mooi recht. Laatste vier. 3, 2, 1. En marcheer weer op de plaats. Kom weer lekker stappen. En dan gaan de knieën wat hoger. Kom op. Blijf goed doorstappen. Kijk hoe hoog u de knieën. Let erop dat u de knieën niet naar buiten trekt, maar dat u ze mooi recht houdt in de lijn van de heup. Kom aan. Heel goed. Blijf doorgaan. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan even. Draai even rondjes met de heup. Neem de knieën even lekker mee. Alles een beetje los in die onderrug. Laatste 4, 3, 2. En kom staan. Dan gaan we over naar de squat. Knieën zijn licht gebogen. Neem de armen mee, zoals dat gaat. 3, 2, 1. Zak in tweeën laag. En weer terug. Zorg dat u denkbeeldig, hè, op een krukje gaat zitten. Dat u niet die knieën belast, maar dat u die bovenbenen aanpakt. Duw weg vanuit je benen. Hou je rug, hè, in zijn natuurlijke houding. Neem die armen mee, hè, naar voren. Kom op. Netjes. Hou vol. Knieën blijven mooi recht, hè? Niet naar buiten of niet naar binnen. Hou ze mooi in de rechte lijn. En dan blijven we even, zodat ik beneden hangen. Kleine stukjes vieren. Kom op. Hou vol. Denk die schouders laag, hè? Kom op. Nog maar 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. En kom omhoog. Dan gaan we uitstappen van rechts naar links in de squat. Dus stap uit en weer bij. Stap uit en weer bij. Ook weer denkbeeldig, hè, op die kruk. Zorg dat u mooi recht in het midden komt. Dat u niet naar één kant gaat hangen. Dat u de knie belast. Neem die armen weer mee, zoals dat gaat. Mooi recht naar voren.
Heel goed. Stap hem uit. Stap hem mooi uit. Probeer ook eens wat dieper te komen. Hè? Blijf niet hangen in waar u altijd blijft. Probeer er een paar te doen die wat dieper zijn. Kom op. Laatste vier. 3, 2, 1. En die laatste. En stap hem weer even rustig uit. Schud het lekker los. Pak de gewichtjes erbij. De gewichtjes zijn voor de borst. Buik en knieën zijn ontspannen. En dan gaat hij rustig in tweeën op en in tweeën laag. Aan de andere zijde. Op en terug. Hou de ribben naar voren. Op en terug. Op en terug. Hou de knie uit het slot. Buik aan. Adem rustig door. En als het nou goed gaat, probeert u beide armen op te tillen. Op en terug. Hou die ribben mooi op. Schouders laag. Weg van de oren. Op en terug. Kom op. Op en terug. En op en terug. Op. En dan kom zodat ik de laatste. Hou me eventjes vast voor 8 tellen. Kom op. 8, 7. Hou vol. 6, 5, 4, 3. Oeh, 2, 1. En ontspan ze weer. Schud ze weer even lekker los. Leg de gewichtjes weer weg. Dan komen we. Staan 1 voet voor, 1 voet achter. Je komt op je voorste voet. We gaan niet lunchen, maar we gaan die knieën intrekken. Dus dat betekent ook dat u goed uw evenwicht moet vastzetten. Dat u daarop moet letten, dat u niet omvalt. Maak eerst kleine bewegingen en dan bouwt u het gewoon rustig uit. Armen erbij, trek de knie in. 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 Heel goed. Als u eenmaal heeft, kunt u hem misschien iets versnellen. Houden. Heupen mooi recht. Trek die knie in. Kom op. Heel goed. Ik ga ook een beetje wankelen op mijn matje. Maar u let goed op, hè. Kom op. Voor 8. Hou vol. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. En die laatste. En lopen weer even rustig uit. Heel goed gedaan. Even lekker losschudden die bovenbenen. Goed gedaan hoor. U komt met uw andere been. Zorg dat hij weer voor staat. Andere achter, heupen mooi recht. En dan gaan we die knie weer intrekken. Trek hem in. Oeh. Hou uw eigen tempo aan. Hou de kracht mooi voor. Voor 8. Kom op. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan weer. Schud weer even lekker los. Dan gaan we weer een armoefening doen. We doen hem even zonder gewicht. Kom mooi heupbreed te staan. Ellebogen. Zijn mooi op schouderhoogte. En dan gaan ze dicht en open. Dicht en open. Denk die schouders mooi laag. Duw hem dicht. Dicht en open. Dicht en open. Knieën mooi uit het slot. Blijf goed doorademen. Laatste 4. Kom op.
3, 2 en hou de boel gesloten. Draai je handen een beetje open en dan ga je korte stootjes op. Probeer ze dicht te houden, die armen. Kom op. Voel maar 4, 3, 2, 1 en die laatste. Schud het er even lekker los. Alles weer even lekker los. We zijn al goed warm nu. Gaan we nog een rondje doen. Kom weer staan voor die squat. Knie uit slot, buik en billen aan. En dan gaan we weer in de tweede laag. En weer op, kom op. Laag en op. Neem die armen mee. In tweeën laag. Tweeën op. Hou uw eigen tempo aan. Wat voor u goed voelt. Als dit te snel gaat. En dan gaan we, zodat ik hier meteen vanuit, gaan we door naar die uitstapsquat. Dan gaan we voor de laatste 4. Nog maar 3. Nog maar 2 in die laatste. En stap hem uit naar rechts. Uit en bij. Uit en bij. Hou dat gewicht weer mooi recht ertussen. Dat je beide benen belast. Heel goed. Haal vol. Adem in door de neus. Uit door de mond. Kom op. En dan zet u hem zodat ik weer vast. Hou hem vast beneden. Korte stootjes. Voor 8. Half vol. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En die laatste. En kom weer rustig op. Schud het weer even lekker los. Pak uw gewichtjes er weer bij. Gaan we weer naar die zijwaartse beweging. Voor die armen. In 2 op en in 2 laag. We beginnen op rechts. En links. Op. Op. Hou die ribben mooi recht naar voren. Buik aan. En als het weer lukt, 2 armen tegelijk. Op en terug. Op en terug. Denk die schouders mooi laag. Adem in door uw neus. Uit door uw mond. Nog maar 4 keer, kom op. Nog maar 2. En hou hem weer vast. Hou hem boven niet vast. Korte stootjes. Hou die ribben naar voren, buik aan. Laatste 4. Hou vol. 3. Hou uw kracht. 2. 1. En ontspan ze weer. Schud ze lekker los. Even uw armen. Alles weer even lekker los. Kom weer staan hè, voor die knieintrekking. Zorg dat u weer stabiel staat. Armen erbij. Hè, dat u het goed naar u je kan trekken. Daar gaan we. Buik aan, billen aan. Go! Bouw je eigen tempo op. Hou de kracht voor op het been. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1 en lopen weer even rustig uit. Schud het weer even los en dan gaan we door naar het andere been. Kom weer klaarstaan. Zorg dat u weer goed stabiel staat. Buikspieren aan en dan gaan we weer. Kom op, op uw eigen tempo. Mooie evenwichtsoefeningen. Meteen alle spieren worden er. Bijgehaald. Kom op. Nog 8. 7.
6, 5, 4, 3, 2 en loop weer eventjes uit. Ik krijg het al goed warm, ik hoop u ook. Weten we dat nog, die armen? Die ellebogen naar elkaar toe in tweeën. 2. Heel goed. Duw ze rustig. Let op bij dat u uw rug niet te hol trekt, dat u naar achteren gaat hangen. Hou juist uw ribben iets naar voren. Blijf goed doorademen. Duw ze naar elkaar toe. En dan gaan we single in één keer neer. Hop. Beetje wat versnellen. Nog 8. Kom op. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En die laatste. En hou de boel weer gesloten. Kleine stukjes op. Voor 8 tellen. Hou die poort gesloten. Kom op mensen. Voor 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En die laatste. Schud het lekker los. Alles weer even lekker los. Gaan we nog een minuutje planken en dan bent u er alweer. Kom op uw matje. Kom op uw onderarm. Zorg dat u voorbij de knieën komt. Dat u de knieën niet te veel belast. Buikspieren. Heup omhoog. Kom omhoog. Hou vol. Blijf goed doorademen. Hè? Zet hem vast, hè. Kom op. Niet opgeven. U bent er bijna. Hou vol. Hou die heupen goed van de grond. Hou uw buik goed aan. Nog maar 10. Kom op. Tel maar mee. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En die laatste. Kom rustig op. Zorg dat u rustig opkomt, dat u niet te duizelig wordt. Neem daar altijd even de tijd voor. Schud het allemaal even lekker los. Alles lekker even uitzwaaien. En even lekker los schudden. Ik hoop dat u ook veel plezier hebt gehad bij deze workout. Als u nog meer filmpjes wilt kijken, er zijn er genoeg. Kijk eens even verder. En als u nu denkt, nou, ik vind deze workout wat gek. Meld u zich dan aan en abonneer u daar onderin. En dan wens ik u een fijne dag. Tot de volgende keer.